Kevin Potters is van Theater Poza in Lelystad. Het Vestzaktheater. Een heel klein, intiem, gezellig theatertje. En ook daar zijn natuurlijk de nodige voorstellingen te zien. Kevin hebben we op de Skype. Dag Kevin, goedemorgen. Goedemorgen. Is het waar? Zijn er leuke voorstellingen te zien binnenkort bij jou? Ja, dit hele weekend weer, hè? Nou, vertel. Nou, we hebben aanstaande vrijdag hebben we eigenlijk geen voorstelling. Maar ik ben sinds kort, zorg ik voor de veteranen van Lelystad. Dus op vrijdagavond beginnen we met het veteranenavond. Dat doen we één keer per maand, de eerste vrijdag van de maand. En dan komen er allerlei veteranen hier in Poza om even met elkaar te praten. Ja. En even met elkaar te komen. En de burgemeester heeft dat 3 sessies geleden geopend. En dat loopt heel erg goed. Dus alle veteranen van Lelystad roep ik op om vooral te komen. Ja. En met elkaar te praten. En op zaterdag... avond hebben wij Marla en David Cilia met Daydreamers. Dat is een singer-songwriter duo wat vanuit Canada naar Lelystad is gekomen om hier hun kunsten te gehoor te brengen. Oh. Een beetje 60 geluid, folk. Eigenlijk nostalgie. Hoe zeg je dat altijd? Een mooi woord. Nostalgie op theater, op het podium. Ja, precies. Ja. En op zondagmiddag om 2:30 hebben we Guus Westdorp. Ja. Met het programma van Ramses. Dus alle liedjes van Ramses Shaffi. Allemaal? Allemaal. Oh, ik weet dat is een lange voorstelling dan waarschijnlijk. Ja, een hele lange voorstelling. Oké, okay, goed. En er zijn allemaal nog kaarten voor? Ja, voor alle... de veteranen is gewoon vrije inloop. Ja. Voor de beide zijn nog kaarten beschikbaar. Natuurlijk via de geëigende weg www.theaterpoza.nl. Goed zo. Kevin Potters, dank je wel. Tot de volgende keer weer.